We zijn uh, bezig in de Efezebrief. Dus, uh, wie een bijbel heeft, uh, mag daar naar uh, gaan. Er liggen hier en achter nog reservebijbels voor wie dat nodig heeft. Dus, uh, het is wel handig, het is altijd handig met een bijbel mee te lezen, maar vandaag helemaal. Ja, we gaan het hebben over geestelijke strijd. We zijn al uh, wekenlang, volgens mij 16 weken of zo, bezig in de Efezebrief. We zijn aangekomen, sommigen kijken er zelfs naar uit, naar het moment van Efezes 6 vers 10, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting. Want ja, hebben we niet allemaal te maken met strijd in ons leven? Vele, vele vormen van strijd zijn er in ons leven te bedenken en die komen we tegen. Woensdag zijn we er eigenlijk al een beetje mee begonnen met het verhaal van Nehemia in Nehemia 4. Daar ging Nehemia met het Volk, hè, met de Joden. Dan gingen ze de muren van Jeruzalem herbouwen. En meteen was er de ene na de andere battle. Het volgde elkaar allemaal op. En het lijkt wel soms alsof sommige christenen soms heel verbaasd zijn. dat sommige dingen hun overkomen. En ik begon met het verhaal van ja. het zou raar zijn als je in een, op een voetbalveld staat. een voetbal en, je, en ja, iedereen zit mee te kijken. Het is een groot spel omdat je daar, daar, daar staat. En, Helemaal verbaasd bent dat je tegenstander je in één keer echt vol in je lijf vliegt. En dat zou heel raar zijn als je daar van op zou staan te kijken, want dat is de hele bedoeling als je daar op het veld staat. Nou, zo ook, we zijn geroepen als christen. We zijn geroepen om Christus te volgen. En God is licht. God is waarheid. God is onze schepper. En er is een tegenstander, dat is de Satan. En die strijdt tegen God, maar dus ook tegen ons. En het is heel belangrijk dat we de strategie weten van de tegenstander. Dat we daar onderzoek naar doen. Dus niet elke preek zal een preek hierin zijn van uh, To make you feel good. Hè, dat je even fijn uh, gevoel hebt. Maar we worden hier, en het kan best zijn dat dat toch is. Maar we gaan vooral dingen bespreken die nodig zijn om te weten. Om te kunnen strijden. Om te kunnen staan. Om vol te houden. Om uh, houd stand, zegt hij dan op een gegeven moment. Dus we kijken ook wie is de tegenstander, waar is hij, hen en, en hoe werkt hij. Als we kijken naar de Bijbel, ik heb dit voorbeeld wel eens lang geleden, wel eerder een keer gebruikt. Als we kijken naar de Bijbel, dan kijken we als het ware in een soort venster, in een soort raam, naar buiten, naar de geestelijke wereld. De Bijbel leert ons hoe wij de werkelijkheid moeten zien. De natuurlijke mens ziet de wereld en ziet niet de realiteit, die ziet niet... Het natuurlijke plus het geestelijke. Maar wij, als je opnieuw geboren bent, dan zie je door de geest, door wat God leert over de werkelijkheid, zie je hoe de realiteit echt in elkaar zit, wat er achter alles zit. Want we zullen zien, we strijden niet te tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Dus als wij confrontatie hebben met mensen, dan zit daar iets achter. De natuurlijke mens die neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Het dubbele is dat eh, Paulus ook aan sommige christenen schrijft in die krunte brief. Dat ze het ook nog niet kunnen beoordelen omdat ze nog als natuurlijke mensen denken. Dus het is de bedoeling dat we niet jonge kinderen blijven maar daarin groeien en gaan begrijpen wat... Hoe de geestelijke wereld in elkaar zit. Ik wil heel even het stukje lezen. En, en dan van, vanaf vers 10 tot en met vers 18. Dat is even de kern. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer. En in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden. tegen de listige verleiding van de duivel. We moeten niet 90% van de wapenrusting aandoen. maar de hele wapenrusting aandoen zodat we stand kunnen houden tegen de listige verleidingen. Niet gewone verleidingen, maar listige verleidingen. En die zijn van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Soms denk je te de strijden tegen mensen. Maar tegen de overheden, tegen machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is de duivel met zijn handlangers, met de demonen. Neem daarom. Niet een deel, maar de hele wapenrusting van God aan. omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En de dag van het kwaad, dat is in de breedste zin. Je hebt op een gegeven moment de dag des Heren En je hebt nu ook, elke dag is eigenlijk kwaad. Maar goed, de ene dag is kwaader dan de andere. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hou dan stand, uw middel omgoort met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Het neemt bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle puurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Alle. En neem de helm van de zaligheid, helm van de redding en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En dus de helm, dat gaat over je denken. We moeten ons denken beschermen en, en beseffen wat het evangelie inhoudt. En het zwaard van de geest dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid, zo wordt het bekrachtigd, bij elke gelegenheid, met alle gebed. En smeking, bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle verharding en smeking voor alle heiligen. Dus dat is uh, de kern van het gedeelte. We gaan, we gaan vandaag oppervlakkig kijken naar vers 10 tot en met 12. Als je kijkt in vers 10, dan staat verder, mijn broeders: dus wordt gesterkt in de Heren en in de sterkte. Van zijn macht. Woensdag hadden we het over Nehemia. Ze zaten in de problemen. En wat zei Nehemia? Wees niet bevreesd. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heer, die het heelal heeft geschapen: hele brute dieren maakte, de, de, de zee door midden liet gaan bij Israël. Toen dus ze uit Egypte trokken. Wij moeten ook gesterkt worden. Wees sterk, staat er in een andere vertaling. Of be strong. Wees sterk in de Heer. Geen tijd voor. Slappelingen, geen tijd om slap of zwak te zijn, het is een gebod om sterk te zijn in de heren en in de sterkte van zijn macht. Maar zo we ook denken aan de grote en onzagwekkende Here, en we denken aan hoe we gesterkt kunnen worden in hem, dan kunnen we ook gewoon in de Efezebrief kijken en dat zullen we zo ook doen. We zullen even terugblikken van wat heeft Paulus allemaal hierover verteld? Over het evangelie, over wat dat met ons heeft gedaan en over wat Jezus' opstanding met ons heeft gedaan. Wat voor positie hebben wij gekregen in Christus? Daar moeten wij in gesterkt worden. Ik kwam eerder dit plaatje tegen lang geleden. Ik ben er bijna een uur naar op zoek geweest voor, voor, de, voor deze preek om hem terug te vinden. Maar ik vind het een heel sterk plaatje. Het is niet zo heel goed zichtbaar op de beamer zie ik, maar hier staat de natuurlijke mens. In de duisternis, dood. Hij loopt wel rond, maar hij is geestelijk dood. Totdat op een gegeven moment het Evangelie schijnt in het, in, in, in het hoofd, in het verstand. En iemand op de knieën gaat bij het kruis en om vergeving van zonde vraagt. Dan mag het Evangelie mag in het verstand schijnen, in het hart schijnen, waardoor iemand zich bekeert. En de bedoeling is dat dat verstand, het is hier nog wat grijzig, dat dat steeds. Blauwer wordt dat het steeds meer op Jezus gaat lijken, dat we ons kruis gaan dragen en in de weg van de Heer Jezus gaan wandelen. En neem je kruis op. Maar dat is een pittige weg, dat is een leidensweg. Een kruisdragen is pittig. Maar ja, je ziet hier tussenin, af en toe wordt dat denken wel weer, wel eens, wel weer eens verduisterd en, en dan gaan we weer even de verkeerde kant op. En daar hebben we een gemeente voor, daar hebben we Gods woord voor, daar hebben we gebed voor om te zorgen dat dat niet gebeurt. Maar dat we steeds opnieuw weer op de knieën gaan. 2 te 4, vers 4 zegt: Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Omdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Dit is Satan, die wordt de God van deze eeuw genoemd. Niet de schepper God, maar de heerser. En die ruimte geeft God hem. Als je tot bekering komt, dan word je opgeroepen, broeders, door de ontfermingen van God om je lichaam aan God te wijden. Je lichaam, en dat is je handen, je voeten, maar ook je denken, om dat te gaan wijden aan God. Als een levend offer, heilig en voor God behagelijk. Dit is je redelijke godsdienst. Als je beseft wat Jezus heeft gedaan, hoe de Vader hem verbrijzeld heeft, dan is dit een redelijke eis om jezelf volledig op te offeren. En dan moeten we niet aan de wereld gelijkvormig worden, maar we moeten veranderd worden door de vernieuwing van je denken. En daar gaat de strijd om. Want Satan die wil zijn gedachten in jou planten en God wil zijn gedachten in jou planten. Je moet vernieuwd worden, in, 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 uh, wordt veranderd door de vernieuwing van je denken of gezindheid. Hoe doe je dat? Door Gods woord. Hier in Gods woord er staat hoe God denkt en dat denken moeten wij in ons hoofd planten. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Hierin staat wat hij goed vindt, wat hem behaagt en wat de volmaakte wil van God is. In Romeinen 13 vers 12 staat de nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Dat is wel interessant, hè? want hier in vers 11 staat: bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleiding van de duivel. Hier staat hoe. We doen de wapens van het licht aan. Dan staat hier: bekleed u met de Heer Jezus Christus. En dus dat ze echt helemaal vervuld zijn met Christus. Ik vind dit altijd echt een, een prachtig schema wat uitlegt. Volgens mij ook wel eens eerder laten zien: wat, wat uitlegt wat de situatie is. De situatie die de Bijbel weergeeft. Wij worden geboren als mens. En dan word je geboren hier. In dit vlak. Dat is een natuurlijke mens. Maar als we tot geloof komen, als we het evangelie hebben aangenomen, dan kom je tot bekering. Je bent een nieuwe schepping, een nieuw mens. Alleen dat is heel gek, want je zit nog steeds in dit lichaam. Dus je bent die christen, je bent een nieuw mens, maar die oude, die zit er ook nog. Die begraaf je wel door de doop in de dood. Die, die, die hou je voor, voor dood. Je sterft met Christus. En dan de doop dat uit als dat die begrafenis. En dan hoor je bij de wereldwijde gemeente. Dat is het lichaam van Christus vanaf het uitstorten van de Heilige Geest tot en met nu. Maar dat uitzicht in, in, in een plaatselijk lichaam. Maar goed, er zijn ook engelen die staan aan onze zijde, die dienen ons, die zijn begerig om in te zien. Maar aan de andere kant heb je de wereld. Aan de andere kant heb je de wereld. Onze oude ik, die heeft begeerten. En daar hebben we nog steeds last van. En die kunnen we overwinnen als we door de geest gaan wandelen. Ondertussen heeft die wereld die heeft ook invloed op ons. Je kunt strijd ervaren op je werk, door mensen. Maar de wereld, die biedt je ook van alles aan: allemaal rijkdom, allemaal, allemaal begeertes. Die speelt in op jouw, jouw vlees. Maar achter dat systeem, legt de Bijbel uit. Daar zit Satan en zijn, en, en zijn demonen. Die beheersen het hele wereldsysteem. Op een heel breed gebied. Daar zal ik zo wat over laten zien ook. Dus we hebben eigenlijk te maken met drie vijanden. Die drie vijanden, dat is ons vlees, de wereld en, en Satan. Het vlees, dat zien we heel duidelijk terug in Galaten 5. Dan zegt Paulus: wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Hoe doe je dat? Dat is door te wandelen in overeenstemming met wat God zegt in zijn woord. En de Heilige Geest helpt je daarmee. Die bekrachtigt dat wanneer je bidt en wanneer je ook de hele wapenrusting aandoet. Vaak zijn mensen heel erg aan het strijden van: ik moet dit niet meer, ik wil dat niet meer. En Dat hoort erbij. Alleen je gaat de strijd heel moeilijk winnen als je, als je, als je niet geworteld bent en gevuld bent met de dingen van de Heer, met, met het woord, bezig bent met zingen, met gebed en al die dingen. Naar de gemeente gaan, dat helpt allemaal, dat is wandelen door de geest, en dan zul je zeker de begeerten van het vlees niet volbrengen. Nou, wat is dat? Even voor de duidelijkheid, het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede, uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartij en dergelijke. Het is niet een complete lijst dus. Dit dat zijn, zijn voorbeelden, maar er staan al flink ernstig in. En je ziet, je ziet dat ruzie en, en tovenarij en, en moord allemaal in hetzelfde rijtje staat. Dus alles is gewoon ernstig. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dat is de wereld, dat zijn de mensen die hier leven, die horen niet bij God. En zo horen we als christen niet te wandelen. We moeten beseffen dat ons hart is totaal verdorven. Desperately wicked. Het is arglistig, boven alles. Het is ongeneeslijk, die oude ik. Die is ongeneeslijk, die is niet te repareren. Wat de wereld wel vaak probeert. Die probeert die oude ik te repareren. Je hebt, je hebt uh, zielzorgers die, die heel erg bezig zijn. Ze zetten God aan de kant, maar willen de oude mens repareren. Maar het is niet te genezen. Hij is ongeneeslijk. Dus je moet opnieuw geboren worden. En dan zul je een nieuwe schepping worden. En wandelen door de geest en die werken niet volbrengen. De volgende vijand, dat is de wereld. <tacht> dat zie je heel duidelijk nadat Jezus heeft uitgelegd over de ware wijnstok. De ware wijnstok, als wij in Jezus zijn, in zijn woorden, in zijn liefde, wandelen in zijn woorden, dan zul je vrucht dragen. En meteen daarna zegt hij, maar ja, de wereld zal je haten. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Die houden er niet van. Dat is veel te veel licht. Als wij wandelen in zijn Weg, als wij spreken over de weg van de Heer, dan confronteert dat hun met, met zonde, met gerechtigheid. Jacobus 4 vers 4 zegt ook, overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Nou, ik had een plaatje van een foto, maar dat misschien net zo goed uh, als volgens mij Nathalie die op Facebook die. die poster uh, van, van Second Love poster over uh, daten is niet alleen maar voor singles. Het is gewoon, als je dat bekijkt vanuit de ogen van God, dan is het, walgelijk. het is walgelijk. Maar dat is wat de wereld aanbiedt. Als ze, oh dat is mooi, dat is aantrekkelijk. Maar daarachter daar zit Satan die je wil vernietigen. Als je daarop ingaat, vriendschap hebben met de wereld, dat is vijandschap tegen God. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven, het is niet uit de vader, maar het is uit de wereld. De wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot een eeuwigheid. Dus onze eigen begeerte gaat erop in, maar Satan maakt er keihard van gebruik, gebruik van. Door zulke organisaties als Second Love, maar wat voor aanbieding dan ook. Om daar doorheen te werken. <tacht> en dan de grootste vijand, dat is Satan met zijn handlangers. Dan zien we in de Openbaring 12, zien we eigenlijk het duidelijkst naar voren komen. Um, of daar, daar leren we dingen over hem. Er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote, puur rode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En zij staartveegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. De sterren in het boek Openbaring, daar zie je vaker terug dat dat engelen zijn. En dus ik geloof dat Johannes hier een, een hint geeft: dat een derde van de engelen gevallen zijn, die met hem meegevallen zijn. Jezaaien 14 en Ezekiel 28, daar lezen we ook over de val van Satan. Die wil ik, die wil ik later in deze serie nog behandelen. Dus ze staart, die veegt een derde deel, dus waarschijnlijk van de engelen, en wierp die op aarde. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dus uiteindelijk, straks in de grote verdrukking, wanneer Satan, we weten uit het boek van Job, dat hij nu nog af en toe bij God komt en dat hij in overleg is, en dan wordt hij op de aarde geworpen volledig. Maar hij is al uit de hemel geworpen, hij is niet zijn permanente woonplaats. Maar hun plaats wordt dan in de hemel niet meer gevonden en de grote draak werd neergeworpen, namelijk het is de oude slang die de duivel en Satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. De hele wereld misleidt hij. Hier zien we heel duidelijk dat Satan achter misleiding zit. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God is neergeworpen. Je ziet dus ook dat hij de aanklager is van de broeders. Duivel betekent ook valse aanklager. Continu is hij aan. Kijk eens, kijk eens wat die doet, die... Ja, elke keer is Hij aan het aanklagen. Dag en nacht, dat is zijn taak. Non-stop. Al eh, als we ervan uitgaan dat de aarde 6000 jaar bestaat, al 6000 jaar. Wat Paulus zegt in 2 Korinthe 2 vers 10 is heel belangrijk. Dat gaat over iemand die uit de gemeente gezet is, die is weer aangenomen in de gemeente, die heeft zonde beleden. En hij zegt, degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven, omwille van u, voor het aangezicht van Christus. Opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. Want Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En die zin, daar gaat het me vooral om. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Zijn gedachten moeten ons bekend zijn, zegt hij eigenlijk. Hij zegt eigenlijk, wij weten hoe Hij werkt. Als iemand niet vergeeft, dan, dan, dan geef je ruimte aan de Satan. In Efeeus 4 hebben we gezien. Als je, de, als je niet snel deelt met zonde. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet overgaan over je boosheid. Geef de duivel geen plaats. Als wij zonde toelaten. Niet vergevingsgezend zijn. Al die dingen. Dan, 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 dan grijpt hij zijn kans. Hij zegt. Hebben we. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. We weten hoe hij werkt, wat zijn middelen zijn. In, in Engels staat: we are not, sorry, not ignorant of his devices, zegt de King James. We are not ignorant of his designs, zegt de ESV. Dus hij is continu 24-7 met zijn demonen, is die, zit hij die achter de ontwerptafels, zit hij plannen te beramen om ons onderuit te halen, om mensen te misleiden. Ook christenen. Dus als wij niet gesterkt worden in de Heer en in de sterkte van Zijn macht en de hele wapenrusting aandoen, dan ben je sowieso al aan het verliezen. Dan ben je onderuit aan het gaan. Zijn gedachten moeten ons bekend zijn. Dus we moeten kijken in Gods Woord van wat leert Gods Woord ons over Zijn tactieken, hoe Hij te werk gaat. En daar moeten we klaar voor zijn. Zijn strategieën moeten ons bekend zijn. Nou. Ik wil heel even kijken naar de Efezebrief. Even terug naar hoofdstuk 1. Want er staat hier: Wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Paulus heeft al heel veel uitgelegd over onze positie in de eerste drie hoofdstukken. En de hoofdstuk 4 tot en met 6 wordt praktisch. Terwijl hij uitlegt over onze positie, noemt hij tussendoor ook al dingen van de Satan. Dat hebben we elke keer behandeld, maar ik wil er even snel Doorheen, om weer even het geheugen op te frissen. In hoofdstuk 1, vers 3, daar staat dat wij gezegend zijn door de Vader met allemaal geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Onze positie is in Christus met geestelijke zegeningen. Vers 4 zegt dat we voor de grondlegging van de wereld in Christus uitverkoren zijn omdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Dan zien we dat God ons heeft voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Dus allemaal tot, tot, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Per 7 zegt, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Nou, hij heeft de geheimenis van zijn wil willen bekendmaken en al die dingen... En dan zien we in vers 11, in hem zijn wij een erfdeel geworden. In vers 12 zien we dat, nadat we het woord van de waarheid hebben aangenomen, dat we ook, 13, uh, verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. Dus allemaal tot lof van Zijn heerlijkheid. En dan gaan we verder, en dan ontdek je in vers 17 en 18 hè, dat Paulus is dan aan, aan, aan bidden en. Aan op de, en hij dankt en opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand. Gaan we even terug naar het plaatje. Verlicht de ogen van uw verstand. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis en de heilige is. En wat alles over de overtreffende grootheid van zijn is. Kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Wel interessant, hè? We, mo we moeten, Efezeus 6 zegt, wordt gesterkt in de Heer. Hoe groot is zijn macht voor ons? Nou, dit... ja, hij heeft het over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. En dan uh, Efezeus 1, vers 20. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Die, kracht, die opstandingskracht die is voor ons beschikbaar. Dat is een enorme kracht. Dat is een, een kracht die ons transformeert. Wat een natuurlijke mens niet kan. We worden compleet getransformeerd. Dat heeft hij gewerkt in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. En hij heeft hem aan zijn rechterkant, rechterhand gezet in de hemelse gewesten. Zwaar is Christus aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Dus ook ver boven die machten van de duisternis. Jezus is ver daarboven verheven. En elke naam die genoemd wordt, daar zit hij boven. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Hoofdstuk 1, vers 22. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Dus hoe machtig is Jezus? Jezus staat boven alles, boven alle overheden en machten. En wij moeten gesterkt worden in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, heeft Jezus gezegd. En zie, ik ben met u alle dagen tot verleiding van de wereld. Daarin moeten we gesterkt worden. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat God ons boem levend heeft gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde. Dat was deze positie. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de onhoorzaamheid. Dus hier, hier staat gewoon eigenlijk. Satan is de aanvoerder van de macht in de lucht en mensen doen zijn wil en die geest is werkzaam in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat betekent dat als je geen kind van God bent, dan ben je een kind van de duivel. Dat betekent dus, we hebben, hebben te maken met ongelovigen in deze wereld en die doen de wil van Satan. Die zijn in de macht van hem, maar wij zijn getrokken uit de macht van de duisternis, zegt Colossense 1, en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Vers 3 zegt, in wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Zie je hoe dat nauw verweven is. De begeerte van het vlees en de wil van de Satan te doen. De wil van het vlees en de gedachten te doen, dat, was zijn, dat is Zijn wil. We waren van nature kinderen des toorns evenals anderen. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft lief gehad. Ook toen we dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade ben je zalig geworden, gered, uit genade. En Hij heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En waar is Christus Jezus boven al die machten verheven? Dus wij zijn daar ook in Christus levend gemaakt. En we hebben een taak. God heeft werk voor ons voorbereid, vers 2 vers 10, zodat wij daarin zouden wandelen. Dan gaat hij nog helemaal uitleggen hoe je we, hoe we eigenlijk, je hebt niet meer Jood en, en Griek, maar we zijn één en dat is een geheimenis. En die muur van die afscheiding, die oude wet, is afgebroken. Maar in hoofdstuk 3, vers 10 legt hij uit: dat de taak van de gemeente is om aan de overheden en de machten, de, hemelse gewest, over, de overheden en de, en de machten in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekend te maken. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dus God heeft ons geroepen. om aan de engelen, maar ook de machten van de duisternis. Gods wil bekend worden, te maken. Dat is onderdeel van de wapenrusting, zullen we straks ook zien. Toen heeft Ono op een gegeven moment nog gepreekt. over het volgende gedeelte. En dat. Uh, Christus, hoofdstuk 3, vers 17: dat Christus door het geloof in uw harten woont. en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Want hij, heeft ons, hij geeft ons naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dat, dat is iets wat Satan haat. Als wij. Als Christus door het geloof in onze harten woont, ons denken vervuld is met het denken van Christus en we geworteld en gevundeerd zijn in die liefde. Zodat wij ten volle zouden kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij macht is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. God kan zoveel doen dan wij willen of denken. Hij heeft ons zoiets bijzonders gegeven. Toen gingen we over naar het praktische. Als je, als je dit beseft, dit is je positie. Zo moet je gesterkt worden in de Here, De beseffen wat Hij allemaal heeft gedaan. Uiteindelijk, de hele wapenrusting komt bijna in alles neer op de waarheid omdoen. Je hart beschermen met de borstelers van gerechtigheid. Dus dat, dat doen wat recht is. Je hart daarvoor beschermen. Hoe weet je wat recht is? Dat komt uit het woord. Schild van het geloof ophouden. Hoe kom jij in je geloof? Geloof is door het horen en het horen is door het woord. Dus uiteindelijk komt het allemaal terug op het woord. Dus dat is wat we moeten doen: onze positie weten en daarin gaan staan en daarin gesterkt worden. En weten wat Christus voor ons heeft gedaan. En als we dat weten, dan zei hij in hoofdstuk 4, vers 1: Wandel daarom de roeping waarmee u geroepen bent waardig. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Nou, dan legt hij uit dat er toerusters zijn in de gemeente die ons helpen om toegerust te worden tot het werk van dienstbetoon. 4 vers 12. Om de heilige toe te rusten tot werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus zodat we alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dat is dit, tot een volwassen man, dat we gewoon precies zoals Jezus gaan wandelen. Dat is wat God wil, dat is wat hem behaagt, dat is waar hij naar verlangt. En door de prediking van het woord wordt ons denken zo vernieuwd worden zodat we, vers 14, geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven. Oh, ik heb een probleem dit. Oh, nu heb ik zorg dat. En dat je daardoor heen en weer geslingerd wordt. En meegesleurd door elke wind van leer. En die zijn er veel. Er zullen veel valse profeten opstaan, heeft Jezus gezegd. Er zullen velen misleiden. Hij wil niet dat we meegesleurd worden door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen om op listige wijze. ...tot dwaling te verleiden. Hé, hey, dat is interessant... ...want de duivel... ...die heeft ook... ...listige verleiding... ...waartegen we stand moeten houden. En hier zie je... ...om door bedrog van mensen... ...om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Daar, daar moeten we voor behoed worden... ...en daar heb je toeristen voor in de gemeente... ...om daarin beschermd te worden. Maar dat, we ons, maar dat wij door ons... ...in liefde aan de waarheid houden... ...en alles toe zouden groeien naar hem... Die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. door elke band die ondersteuning geeft. overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei en opbouw. tot opbouw van zichzelf in de liefde. Nou, dan zegt hij in vers 17 dat we niet meer zo moeten wandelen. als de heidenen, in de zinloosheid van hun denken. verduisterd in het verstand. Blijf daar weg, zegt hij. Dit moet je niet doen. Dat is als de goddeloze wandelen. Blijf daar weg. Verduisterd in het verstand zijn ze, vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. Die te gronden gaat door de misleidende begeerten. Daar heb je het weer. Die misleidende begeerten, die richten ons te gronden. En dat is precies wat Satan wil. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Daar heb je hem weer. Vernieuwd worden in de geest van je denken. En u, be u bekleedt met de nieuwe mens. Dat is al de derde keer dat we dat tegenkomen. Bekleed worden. Eerst bekleed worden met... De hele wapenrusting. Bekleed worden met Christus. Hier staat bekleed worden met de nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dan wordt het heel praktisch. En daar zijn we al weken mee bezig geweest. Niet liegen. Als je boos wordt, zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Geef de duivel geen plaats. Maar dat geldt eigenlijk net zo goed voor alle andere zonden. Als we daarin blijven lopen. Geef je de duivel plaats. We zagen het net ook: als je niet vergeeft, geef je de duivel plaats. In die stelen, in vuile taal, vers 30. Bedroef de heilige geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lasten moeten allemaal weggenomen worden. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeven heeft. Vervolgens moeten we navolgers zijn van God. En dat is een, een discipel, dat is een volgeling van God. Een volgeling van Jezus. Jezus is God. Wandel in de liefde. Moesten dingen beslist niet genoemd worden. Hoererij. Wat is hoererij hebben we bij stilgestaan? Onreinheid, hebzucht. Dat moet allemaal niet bij een christelijk leven zijn. In een christelijk leven zijn. Hebzucht is zelfs afgoderij. Wees hun metgezel niet, staat er in vers 7. U was voorheen duisternis, vers 8, hoofdstuk 5, vers 8. U was voorheen duisternis, dit was je. Ga dan niet meer je verstand verduisteren, zegt hij. Nu bent u licht in de Heer, wandel als kinderen van het licht. De vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproef wat de Heer wel behagelijk is. Neem niet deel aan onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmaske ze veel meer. Ze moeten echt onderzoeken: hé, hey, ik kom iets tegen. Is dit van God? Is dit niet van God? Onvruchtbare werken van de duisternis moeten we niet aan deelnemen, maar ze ontmaskeren. Nou, allemaal voorbeelden. En in hoofdstuk 5, vers 18 zegt hij: Word vervuld met de geest. Word vervuld met de geest. Eigenlijk zegt hij niks anders dan: Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Laat het denken van Christus in je wonen. Word daarmee vervuld. Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de heren en loof hem in uw hart. Dank altijd voor alle dingen, want als wij niet God danken, dan worden we ondankbaar. En dan gaan we mopperen en klagen en dan gaan we ons verharden. We hebben gekeken naar het huwelijk, naar het gezin, naar christen zijn op je werk. En zo moeten we gesterkt worden in de heren. Continu beseffen wat onze positie is. Wees sterk. Be strong. Geen tijd voor zwakte, maar sterk zijn in de heren. Niet sterk zijn in allemaal dingen die de wereld te bieden heeft. Je kunt sterk worden in de sportschool, maar daar heeft hij het niet over. Hij heeft sterk worden in de heren. In de sterkte van zijn macht. Die tegenstander. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Nou, daar gaan we langer bij stilstaan, maar de, de wapenrusting is Gods wil doen. Weten waarmee je gezegend bent. Bekleed je met de hele wapenrusting van God opdat je stand kunt houden tegen de listige verleiding van de duivel. Zijn methodes zijn ons niet onbekend, zei Paulus. Dus we moeten gaan kijken, wie is de tegenstander? En daar zullen we wel langer bij stil gaan staan, maar ik raak het nu alvast even aan. Allereerst zijn namen. Satan betekent letterlijk tegenstander, hij is de tegenstander van God. We zien hem als een draak, we zien hem als een slang, we zien hem als een misleider, als meteen al in Genesis 3. Heeft God echt gezegd dat je van geen enkele boom mag eten? Nee, dat heeft God al helemaal niet gezegd. Hij citeert God al verkeerd, met een draaier aan. Alleen van één boom mochten ze niet eten. Maar hij geeft je meteen het gevoel, ah, je mag helemaal niks meer als je God volgt. Dat is Misleiding. Satan, tegenstander is zijn naam. Duivel, duivel is valse beschuldiger. Maar het Griekse woord is heel interessant, dus diabolos. Misschien wel eens een videogame of films gezien die diabolos heten. Diabolos, dat bestaat uit twee woorden. Dia en bolos. Dia, de mensen die al wat ouder zijn, die kennen nog de dia projecten. Vroeger had je beamers en dan moest je gewoon een foto indoen. Maar die foto moest je op de kop doen. Dia betekent letterlijk op de kop. Bolos, dat kennen wij van bolen. De diabolos is eigenlijk hij die onver wil werpen. Hij wil alles ondersteboven werpen. De diabolos wil ons denken ondersteboven werpen. God zegt dit is goed. En nee, zegt hij nee dat is niet goed. Maar hij laat jou denken dat iets goed is en maakt het fout. En dat wat fout is, daar gaat hij je laten denken dat dat goed is. Kijk maar eens naar allerlei fenomenen op het nieuws als het gaat over seksualiteit. Of het voorbeeld wat ik net noemde, van Second Love. Alsof dat goed is. Dat wil hij eigenlijk laten denken. De vader van de leugen wordt hij genoemd. Dat zegt hij nooit de benen tegen gelovige mensen. Jullie zijn uit jullie vader. Dat is de vader van de leugen. De boze wordt hij genoemd. Daarom moeten we ook niet boos blijven. Geeft de duivel geen plaats. Hij is de boze. Hij wil dat we zo denken. Hij wordt engel van het licht genoemd. Hij verandert zich in een engel van het licht. In valse leraren. Valse profeten. God van deze eeuw hebben we al gezien. Aanvoerder van de macht in de lucht. Hij is een gevallen gerb. De volgende keer laat ik daar iets over zien. Toonbeeld van perfectie. Hij was een machtige leider in de hemel. Geworpen op de aarde. Zag er prachtig, prachtig uit. Hele bijzondere schepping. Maar hij kwam in opstand. Hij wordt ook Lucifer genoemd. In, ook in Ezekiel 28. Dat is in King James trouwens. In de staatvertaling zie je dat niet. Er staat Morgenster. Abaddon. Apollyon. De vernietiger. In Openbaring 9. Een koning over enorme, brute afschuwelijke demonische wezens, die hadden een koning over zich, de vernietiger, Belial, Beelzebul, de wetteloze wordt hij genoemd, de wetteloze, die geest is nu actief en straks in de grote verdrukking gaat hij zich compleet openbaren, dan geeft God, die laat handen los en dat wordt heel erg. Was het maar zo dat hij zo als die slang of als die draak zo zou verschijnen, dan zouden we het allemaal wel in de gaten hebben. Dan zouden we het haar scherp in de gaten hebben. Dan zou niemand zo schrikken. Maar hij vermomt zich. Je hebt hem niet in de gaten. Hij, hij lijkt op een schaap. Hij, zelfs in de, bij de ongeloven, het lijkt altijd als iets goeds. Maar het is een wolf in schaapskleren. En zijn macht is groot. Hij was een machtige en prachtige geruk. Hij is de aanvoerder van de demonen. Hij misleidt, hij verblindt. Hij laat mensen zijn wil doen hebben gezien. Hij stilt, hij slacht, hij laat verloren gaan. Maar hij heeft niet meer macht dan God hem toestaat. Dat is de les uit Job. God geeft een beperkt ruimte, dit mag je doen, maar hij komt niet aan zijn leven. En het boek Job laat overigens zien dat, dat een, een zaligmakend geloof onverwoestbaar is. Dat iemand wat hij ook mee zal maken, die zal vasthouden aan, aan God. Hij kan mensen enorm pijnigen. In Openbaring 9 gaat er een, de put van de afgrond gaat open met verschrikkelijke demonische wezens. En hij is de leider. Vijf maanden lang worden ze gepeinigd. Ze, mensen zullen de dood zoeken en die niet kunnen vinden. Hij kan dat nu ook al, maar hij heeft nog beperkt, beperkt ruimte. Hij kopieert wonderen van God. Dat zie je in Exodus. bij de magiërs die deden twee dezelfde wonderen. Veranderde water in wijn en eh, konden ook kikkers uit het water laten opkomen. In 2 Thessalonians 2 zullen, zullen we ook zien hè, dat hij zal straks zitten in de tempel, de antichrist. En er zullen, openbaring 13, wonderen gedaan worden, een vuur uit de hemel laten komen, alles. Hij kopieert de wonderen van God. Hij beheerst gebieden, hij beheerst landen. Dat zie je in Daniel, Jezaja 14. Hij is, hij is de macht achter koningen. Daniel bidt op een gegeven moment, is weken aan het vasten. En de engel wil naar hem toe komen, maar wordt weer, weerhouden door de vorst van Perzië. Maar Michael komt Gabriel te, te hulp en dan komt er een doorbraak. Hij doet zich voor als een christen, als een Bijbelleraar, engel van het licht. Maar ook een vals. Paulus had ook last van valse broeders en misleidt velen. Zijn methodes zijn listig. Hoe, hoe verblindt hij de ongelovigen? Door religie, door afgoderij. De mens. is gemaakt om te aanbidden. Maar als ze God niet aanbidden. Dan, dan, dan moeten ze iets anders aanbidden. De mens wil iets aanbidden. Die drang zit in de mens. Dus hij biedt religie, hij biedt afgoderij. hij biedt zelfs methodes dat je het gevoel hebt. dat er wel gedeeld wordt met je zonde. en ondertussen kun je immoreel leven. kun je gewoon doorgaan met zonde. Hij biedt van alles. Hij werkt door occultisme. Mensen die rechtstreeks. Zich met, uh, met geesten in contact komen. Ik heb thuis een lexicon met 250 verschillende occulte stromingen binnen in Nederland. Gewoon te veel om al om te beseffen en te leren kennen. 250 occulte stromingen. En ik heb zelf ook mensen gesproken. Die, je kunt op internet bij bol.com voor 20 euro een Ouija board kopen. Kun je geesten oproepen en die laten jouw dingen zien. Maar mensen die, daarmee, die daarmee in aanraking zijn gekomen, die ik heb gesproken. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Zo geest bijvoorbeeld zei. Over drie dagen sterft jouw vader. Van een uit die club. En die stierf over drie dagen. Hij werkt op slinkse en sluwe wijze. En mensen denken vaak nog met God in contact te zijn. Verleid tot begeerten. Verwoest relaties. Hij werkt ook door wetenschap. Hij heeft eigenlijk heel veel onderdelen van de wetenschap gekaapt, om te, te laten denken dat dat waarheid is evolutieleer, filosofie, allemaal andere denkwijzen dan wat God heeft gegeven. Door de psychologie werkt hij ook heen. Een zielzorg zonder God erachter. Maar hij wil ook gelovigen misleiden. Wij zijn kinderen van God, maar hij wil het licht wat wij schijnen, wil hij indammen en beperken. En zorgen dat wij dat zo min mogelijk gaan verspreiden. Hij werkt ook door Jehovah-getuigen, door mormonen... En dat zijn valse religies, charismatische verwarring. Daar zal ik later meer over uitleggen. Je ziet op dit moment steeds meer New Age in de kerk. Heel veel mensen hebben het helemaal niet in de gaten. Het gebeurt gewoon in hun eigen kerk en ze hebben het niet in de gaten. Je ziet ook dat heel veel mensen het vooral graag hebben over liefde. Vooral over liefde hebben en niet over heiligheid of oordeel. En natuurlijk moeten we het over liefde hebben. God is liefde. Maar God is ook heilig. God spreekt ook over oordeel. Of laten we het vooral over gevoel hebben. Zogenaamd de geest. Laten we vooral het gevoel volgen. Maar ze noemen het dan de geest. In plaats van verstand te gebruiken. En gewoon heel simpel te toetsen aan Gods woord. Wat waarheid is. Termen als. Tja, iedereen heeft zo zijn eigen interpretatie. Maar ja, die persoon houdt wel oprecht van God. Maar Paulus zegt ook over de Joden in Romeinen 10: dat ze een ijver voor God hebben. Maar ze dienen hem met het verkeerde inzicht. Dus dat iemand oprecht is, dat wil nog niet zeggen dat het. Uh, oprecht voor God is. We kunnen net zo goed verhard zijn, losbandig zijn, samenwonen in hoererij leven. En doet de gemeente daar nog iets aan? Of bij vermaning of gemeentetucht een houding hebben van: ach, waar is de liefde in dit alles? He, dus zo heeft hij vele methodes. En ik raak gewoon even oppervlakkig dingen aan. We moeten de hele wapenrusting aan. De hele wapenrusting. Daar gaan we het komende periode hebben, over hebben. We moeten ons omgorden met de waarheid. Helemaal doordrenkt zijn in de waarheid. Ons hart moeten we beschermen. Met gerechtigheid. We moeten bereid zijn het evangelie te delen. De voeten geschoeid hebben met de bereidwilligheid van het evangelie van de vrede. Heel veel beseffen niet dat dit onderdeel is van je wapenrusting. Dat je zo strijdt tegen de vijand door het evangelie te delen. Dat bouwt je ook op. We moeten vaststaan in het geloof. Vertrouwen op God. In alles. Ook al gaat dat wat hij zegt in tegen ons gevoel. Dat is het schild. We moeten vasthouden aan het evangelie, aan de redding. Dat is de helm van de zaligheid. Satan wil je continu, continu laten twijfelen over je redding. Want hij is uit, erop uit om jouw denken ondersteboven te werpen. En het eindigt in vers 18 met gebed. Heel veel gebed. Smeking, altijd, voor iedereen, elke gelegenheid. Zo wordt het bekrachtigd. Het is misschien even een race zo even door de Efezebrief, maar ik denk dat het wel goed is om te beseffen dat echt, hij begint daarmee. Word gesterkt. Wees sterk. Be strong. Wees sterk in de Heerlijke en in de sterkte van zijn macht. Dat we moeten beseffen dat hij echt boven alles staat: boven al die machten. Ook al is het intimiderend hoe Satan soms werkt. Maar we hebben machtige wapens gekregen om stand te kunnen houden. Zullen we bidden? Immers, Vader, Heer Jezus, als we zo oppervlakkig al kijken naar de geestelijke wapenrusting, dan zien we eigenlijk des te meer hoe hard we u nodig hebben. We zien hoe... Satan heerst in deze wereld. We merken het. We voelen duisternis. We uh, merken dat het gewoon walgelijk is wat we soms tegenkomen. We ervaren strijd in, in, in levens, in relatie, in contacten. Heer, en, uh, het geeft moeite, het geeft pijn, het geeft verdriet. We hebben met ziekte te maken, al die dingen. Heer, maar help ons om gesterkt te worden in U. Om te blijven denken aan die grote en ons onzagwekkende God. Dat u dat bent, dat we bij u horen, dat we in u zijn. In Christus, ver boven alles, in de hemelse gewesten. Dank u voor die rijkdom. Dank u dat we mogen weten aan, dat we aan de winnende hand staan. Dat er meer engelen aan on, onze zijde staan dan aan, aan de zijde van de tegenstander. Dank u dat uw Heilige Geest in ons is. Dat we mogen weten dat Hij die in ons is, groter is dan Hij die in de wereld is. Ik bid voor ieder die misschien op het moment in een geestelijke strijd zit. En waarschijnlijk zitten we er allemaal ergens. dat u kracht geeft. Heer, dat we mogen bouwen. en battelen tegelijkertijd, zoals Nehemia. Geef ons die kracht, Heer. Vervul ons met uw Heilige Geest. Help ons om niet geïntimideerd te worden. door aanvallen van de Satan. Heer, schenk ons wijsheid en inzicht. dat. Wanneer ons denken verduisterd wordt, dat we door broeders of zusters weer bemoedigd worden, mogen worden, dat er weer licht gaat schijnen op die duistere plek in ons denken. Help ons om zo samen te strijden, Heer, dat we mogen overwinnen tot die grote dag dat U terugkomt. En we klaar mogen staan om U in volle glorie te verheerlijken. In Jezus' naam, Amen.